Vanmorgen kreeg ik bericht dat er, niet voor het eerst, dat het hier een enorme puinhoop was met afval en er was vuur gestookt. Er zaten wat brandplekken en het was gewoon één grote puinhoop. Joints, sigarettenpeuken, wietzakjes, kilo's zonnebloempitten en tassen vol met KFC-verpakkingen. Het splinternieuwe sportveld in Schiedam wordt overdag druk gebruikt door buurtbewoners en kinderen. Maar 's avonds zitten er veel hangjongeren op en om het veld. Eindstand, enorme overlast van het zwerfafval. We staan hier bij het Kruifkoord onderaan de Vlaardingendijk. En dat is op 10 juli geopend. Dus een heel vers Kruifkoord hier in de wijk. Dit is een geweldige plek voor de wijk. Jongeren kunnen hier gewoon lekker en veilig sporten. Als mensen die hier zijn hun spullen niet opruimen, ja, dan moet een ander dat doen. Ik denk die jongens en meiden van Irado hun tijd ook wel beter kunnen besteden dan hier regelmatig zwerfafval, wat zo is neergedumpt, op te ruimen. Vanochtend lag het hele sportveld en de omgeving vol met afval. Een buurtbewoner prikte 3 afvalzakken vol en alsnog moest Irado langskomen om de rest op te ruimen. Maar sommige problemen zijn nog groter dan zwerfafval. Er was dus kennelijk een barbecue'tje aangestoken, maar in ieder geval er lagen ook wat houtskoolresten. En dat is ook gewoon heel erg link als je dat doet op zo'n kunstgrasveld, want dat beschadigt. En op het moment dat je zo'n kunstgrasveld moet gaan repareren of gaan herstellen, ja, dat kost kapitalen. En dat is gewoon doodzonde. Dit ligt er net een week of 4. Laten we het alsjeblieft gewoon netjes houden. Ook op andere plekken in Schiedam hebben dit soort vuurtjes voor problemen gezorgd. Met name de afgelopen jaren gehad rond oud en nieuw, met vuurwerk wat afgestoken wordt, fikjes die gestookt worden, kerstbomen die in de fik worden gestoken. Volgens een medewerker van Irado schrikken ze elke keer dat ze bij het veld aankomen. Elk uur dat Irado hier schoonmaakt, wordt de rest van de stad viezer en de kosten lopen op. Het raadslid is verbolgen. Maak mensen maar bewust ervan dat het niet zonder consequenties is.